Meneer de minister, het is vandaag 4 februari, Wereldkankerdag. Zoals elk jaar op 4 februari staan we vandaag stil bij al diegenen die door die verschrikkelijke ziekte getroffen worden. De zieken, maar evenzeer hun naasten. Maar dit jaar maakt de hele coronatoestand het nog schrijnender. Dat er mensen sterven aan kanker is helaas nog altijd eigen aan de ziekte. Maar omwille van de gebrekkige communicatie omtrent corona, verliezen we mensen die gered konden worden. Er zijn patiënten die omwille van hun angst voor een coronabesmetting hun reeds opgestarte therapie onderbreken of voor een volgende kuur niet meer opdagen. Artsen zien ziektebeelden die ze in geen jaren nog gezien hebben. Er bestaat dan ook een vrees dat de laattijdige diagnose van nu over 5 à 7 jaar een duidelijke overbelasting van ons zorgsysteem zal veroorzaken. Specialisten en artsen waarschuwen voor de impact van uitgestelde zorg voor patiënten, maar ook voor onze zorgverstrekkers. Onze zorgverstrekkers die straks, dit zijn jaar, alles van zichzelf geven. Geen tijd hebben om hun verlofdagen op te nemen, geen tijd krijgen om te recupereren. Het zullen dezelfde zorgverstrekkers zijn waarop we straks zullen rekenen om de golf van corona, van kankerzorg die er zit aan te komen, aan te pakken. Meneer de minister, het riedeltje van handen wassen, asociale afstand en mondmaskers kent iedereen ondertussen. Mijn vraag is dan ook, wanneer communiceert u klaar en duidelijk over de niet-coronazorg? Wanneer maakt u tijd vrij om duidelijk te maken dat onze mensen geen zorg mogen uitstellen? Dat ze niet bang hoeven te zijn om naar het ziekenhuis te gaan? Dat ze even goed geholpen zullen worden als in niet-coronatijden? Meneer de minister, wanneer? Meneer de minister, uw antwoord lijkt me zeer rustig in tegenstelling tot de alarmkreet die we horen vanuit de sector. Ik citeer specialisten-oncologen die zeggen: bij de overheid haalden we nagenoeg over de hele lijn een nul op het request. En u zegt, ja, waar ik kan, zeg ik dat. U zegt het nog te weinig. Meneer de minister, u heeft de mensen bang gemaakt. U en uw regering, gesteund door de media, hier ook aanwezig, hebben een klimaat gecreëerd van angst. Pas op, kom niet te dicht. Mondmaskers, ontsmettingsgel, blijf thuis. Kom zo weinig mogelijk buiten, sluit u op. Dat is het mantra die we al maanden, bijna een jaar, horen. Dit alles heeft ertoe geleid dat mensen ook echt binnen blijven, ook wanneer ze noodzakelijke zorg nodig hadden. Meneer de minister, u en uw regering hebben door gebrekkige communicatie, door wanbeheer, niet enkel die 20.000 coronadoden op jullie geweten, maar straks ook de piek aan kankerdoden. Doe iets, meneer de minister, en herhaal elke dag tot 1000 maal toe voor onze zieken, voor hun naasten, voor onze zorgverstrekkers. Stel geen zorg uit. Dat moet het nieuwe mantra zijn.